yeah, but like the bite of all. Find the dollar. Ik wou van die gemarineerde vis daar. Een pondje denk ik. Of een helft, 400 gram lijkt me wat. Als ik vis ga halen, dan doe ik het hier. Ja, ja. Ik doe het niet elke week. Dat werkt technisch niet altijd. Dus het is een beetje voor de feestdagen. Een beetje voor de feestdagen. Lekker. Fijne dag. Hey, fijne kerst. Goed. Ja, goed dan, Frans. Hoi. Danny, hoe is het, jongen? Ja, goed, Edwin. Ja. Ja, met jou? Ja, prima. Prima. Ja, ja, ondanks het feit dat het nu kerstavond, dat is altijd speciaal in Middelburg, maar vandaag weer. Ja, normaal is het in de reis dan om ergens binnen te komen en dat wordt nu overal langlopen voor Jan Loon. Ja, hoe is dat bij jou als Vlissingen? Want jij bent een echte Vlissingen, toch? Ik ben een raas echte Vlissingen, zeggen ze. Ja, maar als jij nou kerstavond, is er dan een Vlissingen ook wat te doen of blijf je dan hier ook wat drinken? In Vlissingen was er ook wel wat altijd te doen, ja. Maar Middelburg is meer sfeer, hoor. Ja, kerstavond. Ja, is paar de cafés uit. Vlissingen is wel iets meer. Ja, ja, ja. Ja, voor die maar, jaar komt het wel op. Ja, dit jaar, kijk, nu sta je sowieso op de markt, dus je moet werken tot 1:05. Sowieso. Ja. Ja, en hoe laat ben je dan klaar vanavond? Ja, dat legt eraan of we één kerstborrel doen of twee. Maar dan doe je dat op de zaak? Of doe ik op de zaak nog even een biertje, een afzakketje. Kom er wat mensen langs om wat spullen te halen. Nou, ik denk 8 uur thuis. Okay. Mooie tijd, hè. En wat, ja, dat is een hele mooie tijd. En dan nou 2 dagen gewoon helemaal vrij, of niet? Eigenlijk 3 natuurlijk. Zondag valt op uur. Oh ja, natuurlijk. Dus ik heb een lang weekend. Nou, dat is ook wel eens lekker. Ja, dat is ook lekker, ja. Ja, kijk er wel naar uit. Ja. En waar is dan jullie uitvalsbaas? Want je staat op welke markt te staan? Laat ik dat eerst eens vragen. We staan op Goes, Putten, tegen de Belgische Rens aan. Oh ja? Ja, donderdag naar Middelburg natuurlijk. Vrijdag staan we op Vlissingen. En op zaterdag zijn we te vinden op de Rijnplein in Soeren. Oké. Maar Putten, dat vind ik nou wel een bijzondere. Waarom sta je daar ook? Ja, daar ben ik in het verleden is terechtgekomen. Dat was plekvrij op woensdag. En op woensdag had ik niet zo'n bijzondere stek om te staan. En toen ben ik daar naartoe gereden. En dat is eigenlijk wel een succesvolle plek om tegen de Belgische grens te zitten. Met Hollandse vis? Ja, met Hollandse vis. En Belgen zijn natuurlijk wel liefhebbers van vis. Ja, en dan zeker, ja, jullie hebben natuurlijk toch zeven specialiteiten. Hè? Dus echt, Ja, een Belg is wat meer van de... Ja, dat klinkt heel gemeen. Of de duurdere soorten. Tongetje, tarotje, blokvleugeltje. Dat soort dingen. En dat is precies waar jullie goed in zijn, toch? Ja, daar hebben wij heel veel plezier in. Om er zelf ook echt veel om mee te werken. Het is ook super lekker, ook eerlijk gezegd. Een tarotje is lekker en een grietje. En een tongetje blijft ook altijd lekker. Ja. Hoe simpel is het. Hey, hoe lang zit jij nou al in het vak? 1988, dus dat is 32 jaar. Zo, dat is ook, ja, ik ben al een oude. Het jaar dat Nederland kampioen werd de laatste keer. Dat was nog een van de mooie jaren, ja, ja. En dit zijn allebei kinderen van je? Dat zijn allebei mijn kinderen. Ja. Nou, en ik vind het een goed teken dat ze allebei ook in de kraam staan. En want dat betekent toch dat jullie het uiteindelijk ooit gaan overnemen? Of is dat te vroeg gejuicht voor mij? Nou, mijn zoon kan eigenlijk niet wachten tot ik eruit sta. Ja? Die heeft me nog 5 jaar gegeven. Ja? Ja, en dan zou hij... Zou ik het fijn vinden dat ik naar de achtergrond ga? Ja, want het is waar je op jullie uiting staat ook gewoon echt Danny en Jordi van Schijk. Hè? Dat is, dus jullie zijn al kampioens ook, of ja, niet? Ja, we zijn de VOF. Dus, ja. Ja, we zijn de VOF. En jouw rol, jij werkt alleen mee? Of, ik lach lief. Ja. Ja. Ik werk alleen hier. Dat is de duurste kracht, hè? Ja. Maar ze levert ook het meest op. Nou, ze vreet het meest, dus ik kan het. Maar hoe is het dit jaar voor jullie? Want ik begin met iedereen toch over dat rare jaar 2020. Hebben jullie een beter of een slechter of een rot jaar gehad? Ja, het voorseizoen was goed. Het naastseizoen is beter. Voorseizoen is beter, naastseizoen. Hoofdseizoen vond ik wat minder. Ondanks het feit dat er juist veel toeristen waren? Ja, maar wel een ander soort toeristen. Ja, toch? Dat heb ik ook al meer gehoord. Ja, een ander soort toeristen is dat we normaal hebben. Laat het zo zeggen. Normaal hebben we natuurlijk heel veel... Ja, tot Duitse mensen en zo die hier wat een huisje hebben of kunnen huren. Maar nu heb je heel veel mensen gehad wat normaal naar Turkije voor all-in gehad. En dan is het hier natuurlijk toch wat meer dan de prijs. Dus ja, ja, ja. Die hebben wel wat minder te besteden dan. Zo leek het, zo leek het. Ondanks dat moeten we blij wezen dat ze gekomen zijn. En ja. Toch nog klein, het is ook niet super slecht geweest, laat het zo. Nee. Maar het was wel wat minder. Ja, nu is dan weer een andere situatie. De food mag blijven staan op de markt. Ja, dat is, ja, jammer. Ja.
Ja, maar we hadden niet van anderen helaas. Nee, ja. Kijk, het is meer de zonde voor de winkeliers ook natuurlijk. Het is gewoon droevig. Ja. Om een stad als Middelburg op een dag als vandaag zo te zien. Dat is echt, Ja, jullie merken het ook, want het is nou ook nog een beetje rot weer, maar dan is het, dit is geen vrolijk beeld. Hè? Nee, dit is een super triest beeld. Ja. Gelukkig hebben we redelijk wat bestellingen, dus hopen we er toch weer ver vanaf te komen. Ja. En anders vreet je het zelf op. Anders gaan we vanavond eerlijk vreten en morgen ook. Nou, volgens mij heb ik het altijd gevraagd, maar is het nou ook zo dat als je vis verkoopt, dat je dan met kerst ook vis eet, of weet je dan juist heel wat anders? Ja, ik zal klinken heel gek, maar ik ga gewoon vis eten. Ja? Ja. Ik geloof je nog ook. Ja, dat is het gekke ervan. Ja. Laten we het helemaal super lekker vinden ook. Dus, perfect. Super. Dus daarom kom je helemaal goed. Nou, tof. We proberen ook altijd een beter sortiment te hebben natuurlijk. En dat is weer leuk. Ja. Daar heb ik heel veel plezier in. En dat Jordi ook over. Ja, en het is alleen zonde dat natuurlijk van het assortiment wat je wel wil voeren. Het wordt steeds meer filet. Mensen worden wel gemakzuchtiger. Ja, dat heb ik zelf ook, ja. Ja, maar dat is gewoon zo, dat is realiteit. Ja. En dat vind ik wel eens, dat is wel eens zonde. Zijn daar nog eens mensen die zelf gaan halen pellen bijvoorbeeld? Dat is echt een In principe, we kunnen praten wat we willen. Het is rotwerk, maar het is wel het lekkerste wat er is. Ja, ja. Als ze zelf gepeld zijn. Ja. Ja. Het is even werk, je bent er nu eens bezig met een kilootje. Dus. Ik geloof dat je iets met de visje moet rijden. Een visloempje aan moest ik weten. Oh, dat is ook. Ik heb me gelijk naar buiten rollen. Ja, ze denkt dat hoef ik niet zoveel te kopen voor, want anders blijft hij eten. Dus.